Twee vrijwilligers bieden sinds gisteren 1000 warme maaltijden aan per dag aan minder bedeelden in de gemeenschap. Farid en Fasia Habib zijn de initiatiefnemers van dit Goede Doelenproject dat 5 dagen duurt en mensen op 3 locaties in Paramaribo voorziet van een warme maaltijd. Fasia Habib zegt dat het de bedoeling is dat alle religieën in Suriname samenbundelen om een helpende hand te bieden waar nodig. Om iets moois te maken met elkaar, zodat er geen honger is in Suriname, want dat hoeft echt niet. Het is eigenlijk, ik zeg het wel, het is eigenlijk heel simpel. Het is ook niet zoveel geld, laat ik het zo zeggen. Als je het gezamenlijk doet, kijk, wij doen dit nu uit eigen middelen, maar Suriname hoeft geen honger te lijden, want hoeveel mensen kunnen eten van 1 bal rijst? We hebben groenten. Oké, kip moeten we kopen. Maar aan mensen die vrijwillig zijn, die mensen hoeven echt niet honger te hebben. En het mooiste is dat als elk religieuze kerk, en dus daarom wilden we dat als eerste erbij betrekken, dat als je samen bundelt, kom je verder. Want liefde is de grootste kracht, zeg ik nog een keer. En eenheid maakt wonderen. Farid Habib vindt het geweldig dat ondanks de situatie in het land er nog veel mensen zijn die anderen willen bijstaan. Hij geeft aan dat de organisaties die benaderd zijn om dit project te draaien gelijk hebben ingestemd en zelfs hun eigen mensen hebben ingezet om mee te helpen. Zo zijn er in Nederland mensen die hun niet hier met eigen mankracht kunnen helpen, maar die willen dan toch een klein bedragje meesteunen. Dat moeten we wel even noemen, denk ik. En de hoop is natuurlijk dat hier in Suriname de mensen hetzelfde idee krijgen, dat als wij dadelijk weg zijn, dat het project op een of andere manier voort kan gaan, 1 keer per maand misschien 5 dagen voortgang kan vinden hier. Ja, misschien een donateur die hier is en die dit hoort en zegt van hey, kijk, dit wil ik voortzetten een dag. En misschien een andere die zegt van joh, ik ga het een maand doen. Hoe mooi is het? Dus oproep hiervoor dat we moeten opstaan. En we moeten samen bundelen om dit tegen te gaan. Want de honger in 2023 is nadan. Het kan absoluut niet, waar dan ook in de wereld. Farid en Fasia Habib voeren het project samen uit met Hillegonda Leeflang, die het project verder zal trekken wanneer de twee initiatiefnemers teruggaan naar Nederland. Tot en met 20 maart kunnen minder bedeelden in de samenleving een warme maaltijd halen bij de SIV-moskee aan de Keizerstraat, de Aria de Waker Mandir aan de Johan Pengelstraat en de Latourkerk aan de Latourweg.